is vrijdag en tijd voor een nieuwe vlog. De herrie hier op achtergrond hoort is de luieremmer. Het is dus vrijdagavond. Het is inmiddels 7 uur. Ik heb vandaag gewerkt. Niels is met mama naar het Nijntje Museum geweest. En nu hebben we lekker weekend. Van het weekend gaan we, of in ieder geval ga ik... Ik ga vanavond nog even met een vriendinnetje wat drinken. Dan ga ik morgen naar Obsession. Dat is een voorstelling met Haline Rijn en rampapapam, Jude Law. Het is een beetje vergaande glorie, maar I love it. Met een vriendinnetje en ergens anders in de zaal zitten nog haar zus en een vriendinnetje van haar zus. Dus super gezellig. Daarna ga ik nog drankjes met haar doen. En dan zondag gaan we bij het broertje van Sven langs. En dat zijn de highlights van dit weekend. Afgelopen week waren Sven en ik 2 jaar getrouwd, jazeker. En Sven had hele mooie bloemen meegenomen, gerbera's, dat is my fave. Maar die waren heel snel gaan hangen. Dus daar zijn we mee teruggegaan en de bloemwinkel vond het inderdaad niet te kunnen. Dus die heeft ons nieuwe bloemen gegeven. Deze hele mooie roosjes. Dus dat is prachtig. En verder had Sven een lekkere... hoe heet zo'n ding? Muffins voor ons meegenomen. En lekkere bolhapjes en prosecco. Dus top. Ik ben ondertussen op missie geweest voor schoenen voor Niels. En op een gegeven moment had ik schoenen gevonden. Maar dat is het ook weer niet. En nu heb ik weer nieuwe besteld. Ik zal nog even laten zien. Dat ga ik nog wel in een filmpje denk ik doen. Maar ik heb nieuwere make-up. Even naartoe lopen. Alleen, ik heb al heel tijd een ontstoken oog. Dus hier zo. Dus vandaar dat ik het nu niet wil filmen. Maar ik heb een nieuwe Complexion Rescue van Bare Minerals. Want I love it. En nou heb ik natuurlijk die super... Oh, dan heb ik een rare streep in mijn beeld. Zo beter. Nou heb ik natuurlijk die hele fijne dupe van de Ethos. Alleen, deze heeft SPF 30. En dat vind ik voor de zomer wel fijn. Dus daarom wil ik die ook nog. Die andere heeft 15. Dan heb ik deze waterproof liner van Topshop. En dit komt er allemaal nog even voorbij in een filmpje. Ik zit even te kijken welke kleur het is. Het is in ieder geval een beetje een grijzige, glitterige kleur. Dan heb ik een potlood van Zuffa. En dat heet het Graphic Eyes potlood in taupe. En dan heb ik 2 hele leuke dingetjes. Als eerste dit Tanja Burr My Escape oogschaduwpalet. Wat even laten zien. Deze met mooie, beetje mosgroene kleuren. Dat is echt iets wat ik nog niet heb. Dus dat vond ik ook wel heel leuk. En deze. En dit was een categorie inschattingsfout. Wacht, ik ga even zo. Ik zet jullie even neer. Een categorie inschattingsfout. Ik dacht namelijk dat het heel klein zou zijn. Maar it's bigger than my head. Maar het is wel heel mooi. Look at it. Oh, sparkly. Dit is ook van Tanja Burr. En dit heet het Beautiful Defined Palette. En het is wel heel mooi. Even kijken hoe krijg ik dit open. Ook alweer. Oh ja, zo. Zo, goedemorgen. Het heeft dus een spiegel. En dan heeft het een... even kijken wat staat er. Cool. Een liquid highlighter. En dan 3 oogschaduws, met terwijl ze heeft altijd superleuke namen. Deze heet Silky Pajamas, Cuddle Me en Baking Brownies. Superleuk. En dan een highlighter die heet Champagne Shimmer. En een bronzer die heet Caramel Kiss. Superleuk. Dus dit vind ik wel heel leuk eruit zien. Alleen iets groter dan ik had ingeschat. Zo, ik heb mijn make-up even opgefrist. Dit is wel eventjes een beetje beter. Ik heb trouwens de hele week geen foundation of iets gedragen. Dat is wel... ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik dat heb gedaan. Behalve in de zomer. Ik heb een beetje schaduw. Dus dat is wel... Ja, ik weet niet. Ik had ineens... Ja, mijn huid ziet er gewoon prima uit. Waarom zou ik wat opsmeren? In kader van tijd. Dus dat deed ik dan niet. En dan alleen maar een beetje concealer en mascara, blush, hele rattenplan. Ja, ik heb een ontstoken oog. Maar ik heb wel mascara op, want ik kan het niet aan zonder. Het is nu al bijna over trouwens. Maar daarna gooi ik deze mascara gewoon weg. Die was toch toe aan vervanging. En
Ja, als ik geen mascara op heb, dat vind ik gewoon echt niet naar mijn werk. En zo vind ik dat, word ik daar echt niet blij van. Maar ja, nu heb ik dus wel weer even een beetje die Ethos CC Cream op, waar ik net over had. En dat doet toch eigenlijk ook weer een hele hoop. Dus je bent er vanaf en zo zit je er weer aan. Een soort van verslaving. Ik weet nog niet wat ik ga aan, of ik dit aanhoud of dat ik nog even iets van moeite ervoor ga doen. We gaan gewoon in een kroegje zitten, niks bijzonders. Dus ik moet even kijken. Maar de broek die ik vandaag aan had, die was zo uitgelubberd, dus dat wil ik eigenlijk niet meer aan. Nou, ik weet het niet. Ja, ik probeer ze nuttig maken. Is het lekker? Ja. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. Ik ben wakker en Sven ook wakker en Niels ook wakker. We hebben een beetje uitgeslapen, want Niels bleef liggen, dus dat was heerlijk. Ik heb gisteren nog even geborreld met een vriendinnetje. Is Sven niet laat geworden, want ze is zwanger, dus ja, weet je. Maar was gewoon heel gezellig, gewoon even lekker bijgekletst. Nu ga ik zo natuurlijk Zumba doen. En dan gaan we vanmiddag denk ik nog eventjes naar de stad. En vanavond dus naar Obsession. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij zijn de recensies heel gemixt. Maar maakt niet uit, we gaan naar Jude Law. Dus hè. Daarvoor ga ik ook even eten met vriendinnetje. En ja, dat is eigenlijk de dag van vandaag. Ik heb zelf bijna gebruikt dat het een beetje lekkerig is. Een beetje. Waar? Ziet heel slecht uit, zegt Sven. Hier, zie je? We hebben vooral die vlekken, kijk. Ja, wat dacht je hiervan? Oh ja. Ja. Goeie tip, doe geen zelfbrand op als je haast hebt. Ach ja, hè. Niels heeft een pakketje gehad, dus dat gaan we even openmaken. Zou daarin zitten? Vingertjes. Oh. Wauw, hè? Wat zit daarin dan? Wat erin zit? Wat zit daarin dan? Eens kijken. Oh. Kijk eens, Niels. Oh. Oh, en kijk eens wat erbij krijgt, Niels. Potloodjes, dat is natuurlijk nog leuker, hè? We hebben twee paar schoenen besteld bij Bruun de Beer, super snel. Gisterochtend besteld, nu al in huis. Deze, die zijn voor als hij iets groter is, maar die waren in de sale en we zijn zo enthousiast over dat merk. Vind je ze mooi, Niels? Nee. Die passen nog niet helemaal, die zijn nog een beetje groot. Maar ik zal ze even laten zien. Dit zijn ze. En dan deze zijn voor nu. Zijn die niet leuk, Niels? Ja, doe ze maar aan. Ik denk dat die aan de andere voet moet liepert. Hoppa. Dat zijn deze. Die zijn ook gewoon lekker luchtig voor de zomer. Dit propje eruit aan de voorkant? Oké. Even passen hoor. Dit zijn de Bovux Step Up Explorer City. City White. Die zal nu niet inzoomen. En dit zijn de Bobux Eyewalk. Ik weet wel niet inzoomen. Hawaiian Ocean Artica Boys Casual. En de Eyewalk is zoals ze goed lopen. En de step-up is zeg maar voor als ze nog niet super stabiel lopen, maar al wel lekker op weg zijn. Nou, deze maat is top. Die heeft echt nog veel ruimte. Niels, ga staan. 1, 2. Oh. Oh. Ja, zitten ze goed? En ik vind deze heel fijn. Ze zijn heel soepel en ze zijn heel licht. Dus hij blijft ook niet zo'n soort blok lood achter zich aan te slepen. Dus. Dit zijn zijn nieuwe schoentjes. Yay.
Dat zijn de nieuwe schoenen. Ik ben er heel blij mee. Want ik ben al best wel lang op zoek. En ik wist eigenlijk wel dat ik Bobuxjes wilde, maar ze zijn best wel duur. En meestal hou ik dan de sale in de gaten. Maar dat had ik dus dit keer blijkbaar niet helemaal scherp. Maar nu heb ik ze toch in de aanbieding. Of tenminste, die ene waren... Ja, ze waren volgens mij allebei in de aanbieding. Want ze waren allebei goedkoper dan op de Bobux-site. Dus toppie. Ik heb ze besteld bij Bruun de Beer. Bruun met dubbel U. En nou, echt super... Wat ik zei, hele goede snelle verzending. Nou, hij loopt er nu blij op, dus dat is mooi. Wij gaan nu even naar de stad. Even een cadeautje kopen voor Sven's broertje, want daar gaan we morgen dus heen. En nou, gewoon even lekker rondlopen. En dan ook niet al te laat terug. Dus ik op tijd naar Jude. Op tijd naar Jude Law. Ik vind het verpast, maar dat was helemaal niks. Maar ik denk veel nog eens aan mijn foutje. Dit is wat ik aan heb. Het shirtje, geen idee waar het van is, maar van Jessica of zo. En hoed en witte gimpjes. Ik heb een hilarische kaartje gekocht voor het broertje van Sven. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien. En we hebben nog wat andere dingetjes geshopt. En we gaan nu richting huis. Dat wil zeggen, als we nu eens ooit nog uit de Bijenkorf meekrijgen. Ja, goed zo, schat. Goedemorgen. Het is zondag. Ik heb gisteren niet meer gevlogd, want ik wilde mijn camera niet meenemen. Omdat we na de voorstelling ook nog zouden gaan stappen en doen. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon niet handig als je denkt wat horen. We hebben hier iemand van de techniek. Ik ga zo even filmen. Maar ik was dus gisteren naar Jude Law. In Carré. We hebben eerst even wat gegeten. Daar om de hoek. En daarna zijn we naar de voorstelling gegaan. En nou, de voorstelling was niet het beste toneelstuk wat ik ooit heb gezien. Maar Jude Law maakte alles goed. Zijn stem, zijn torso. Loved it. Dus we hebben heel erg genoten. Het was een hele leuke avond. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zaten bij ons in de zaal. Dus dat was wel heel bizar. Sowieso waren er heel veel bekende Nederlanders. En daarna zijn we terug naar Utrecht gegaan. Toen hebben we hier nog even wat gedronken. En toen naar huis. Toen werd het eigenlijk niet laat. Dus achteraf had ik mijn camera mee kunnen nemen. Maar het leek me gewoon niet zo praktisch. Ik had ook echt een heel klein tasje bij me. Vandaag, ik ben al deels opgemaakt, deels niet, want ik ga zo veel opnemen. Ik zal even mijn outfit laten zien. Ik heb dit shirtje aan van, ik weet niet waarvan het is. Only, denk ik. Zo, met een knipske. En dit korte broekje is volgens mij van H&M. Ik weet nog niet of ik dit zo aanhoud. Maar in ieder geval hou ik dat nu aan. En dit is heel blij van het techniek. Daar is de geluidsoverlast. Zo, ik heb net deze look opgemaakt. Opgenomen bij een eerste indruk video. Zo, ik kom er lekker uit. Ik vind hem heel mooi geworden. Heel erg lekker summery en roze goud. Love it. Ik hoor dat de was klaar is, dus die ga ik eruit halen. En dan gaan we gewoon lekker naar buiten, want het is heerlijk weer. Wij zijn aan het wachten tot Niels wakker wordt. Die zal zo wakker worden. Hij ligt behoorlijk lang te slapen. Het is inmiddels 2:30. Dit is wat ik aan heb. Dit is een blauw jurkje met streepjes. En ja, de rug is mooi. Kan je dat zien? Geen idee of jullie iets konden zien, maar... In ieder geval, dit is het jurkje. Het ziet altijd een beetje gek uit als ik het zo zie. Mag ik laten we even in de spiegel zien. En dan gaan wij er vandoor richting Leiden. Of een van de watertje in de buurt van Leiden. Zo, wij zijn ergens in de buurt van Leiden. In een of ander natuurgebied. Taspa. Oh ja, dat is wel handig. Goed idee. Auto op slot. Ik ben net voor het eerst in 100 jaar weer op een Dixie geweest. Dat is ook weer een belevenis. De auto op slot doen. Zo. We zijn met de familie. Oh, we zijn met de familie, dus ik ga niet al te veel filmen, denk ik. Gaan jullie maar voor. Het is super lekker weer. Dit is ook super lekker. Oh, die had ik beter in de auto kunnen laten liggen. Nou, goed. Het is een of ander watertje. Hoe heet dit, Sven? Weet we niet. Ergens bij Leiden. We hebben gewoon navigatie gevolgd. Kijk. Daar is het. Niels, het gamespel, dat hij net een heel leuk broekje aan met alle lusjes.
Nou, dat is het. Daar gaan we zoeken naar onze date. We hebben niet echt aan een parasol gedacht. Dus, maar goed, we hebben Niels wel ingesmeerd met veel, dus komt goed. Niels wilde altijd het water in, naar de boten. En hij heeft ongeveer 5 kilo eten op, as usual. En hier zijn de heren aan het spelen en de rest zit hier. Oh, mooi. Daar blijft hij wel een beetje bij. Nee, niet naar het water, maar gewoon kijken. Wow, dit is dan net mooi. Oh, kijk zo hoog. Oh, heel mooi. Oh, kijk. Wow. Dit is wel vrij goed. Ik vind het ook heel fascinerend. Zo, we zitten weer in de auto. Rolletje in de auto terug. Het was heel gezellig. Het is iets later dan gepland, maar we zijn om 6:50 thuis. Dus dan moeten we snel eten voor Niels maken. Dan eten we zelf daarna nog wel eventjes. Nee, we zijn gezellig gewoon lekker in het gras gepicknickt met z'n allen. En dat is het ook alweer voor vanavond. Ik ben echt heel gaar. Sven ook zo te zien, want die zit echt mega te gapen naast me. En er lag allemaal wel, het was het ganzenpoep of zo. Ik weet niet, het was niet echt heel netjes. Dus we gaan nog wel even lekker in bad met Niels. Dat lijkt me een goed idee. In ieder geval één van ons. En of we gaan even douchen met hem. Ja, Sven gaat even douchen met hem. Je hebt ook allemaal van die pluizen. Allemaal pluizen in de lucht. We hebben op zich geen hooikoorts, maar het kriebelt op een gegeven moment echt aan mijn neus. Overal van die witte pluizen. Dus ik heb echt medelijden met mensen die hooikoorts hebben. Echt vreselijk. Maar dus wij gaan nu lekker naar huis. En het is gelukkig een stuk rustiger op de weg dan op de heenweg. En die moest nog even een beetje proberen wakker te houden. Hem op. Dit zijn de pizza's. Dat is die van mij. Sven, zo de oven in. We wachten even tot Niels naar bed is. Het is inmiddels 11 uur en ineens bedacht ik me dat ik nog een pannetje op heb staan. Of tenminste, niet meer op het vuur, maar ik heb nog wel staan. Dit is een pasta sausje. Gewoon met alleen maar groenten. Met gepelde tomaten, paprika, worteltjes en olijfjes. Dat hadden we een beetje over. Of tenminste, deels hadden we het over. Dus ik dacht, dan maak ik daar een lekker sausje van voor Niels. En dan kan hij daar een lekker pastaatje mee eten. En dat was het weer voor deze vlog. Niet een hele spectaculaire eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen. Ik hoop toch dat jullie hem leuk vonden. En ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie volgende week in ieder geval. Of misschien woensdag bij de extra video. Doeg!